Lozannestraat in Antwerpen. Daar bevindt zich onze reporter Bert van Oppen. Bert, hoe stel je het daar? Ja, van Oppen hier, niet in de korte, niet in de lange, maar gewoon in de Lozannestraat, Luc. Waar wij de volgende minuten tijdens jouw programma wat gesprekjes gaan opnemen met toevallige voorbijgangers over dat Eurovisie Songfestival. En loopt er al wat volk rond? Nog niet zoveel, maar daar zie ik nu toch een dame. Dat komt wel rond. Mevrouw? Mag ik u even een vraagje stellen over het Eurovisie Songfestival? Oh, het Eurovisie Songfestival. Breek mijn mond niet open, meneer. Die gasten kunnen niet zingen. Hè. Dat is allemaal een kwestie van de diepste decolleté en kortste rokken. Ah ja, hè. Ze zouden er beter een dweil over leggen. En dan eens punten geven. Het zou nogal verschillen, denk ik. En dan zou ons vrouwenkoor misschien ook eens een kans maken. Hè. Voor het Songfestival? Natuurlijk, waarom niet? Dan kunnen wij nog zingen, zo. Je de amour. Kijkt u op 6 mei? Ah, dat is zeker, dan maar alleen voor de kleedjes, want kom het u te zeggen en ze kunnen niet zingen. Hè. Moet jij een potje koffie hebben? Nee, ziet er geen brave uit. Nee, mevrouw, dank u wel. Ali. Nee, we hebben echt veel werk. Dank u wel. Ali, ze zijn schone jongens. Hè. Dank u. Meneer, vorig jaar keken 700 miljoen mensen naar het Eurovisie Songfestival. Deze Jambers. Was u een van hen? De Jambers zitten bij mijn dat zo op straat. Nee, ik ben Jambers niet. Ik ben Van Oppen. Ja, dat zeggen ze allemaal. Zoals met dat brilletje en dat snorken. Je kunt je dat niet wegsteken, hè? Ja, maar antwoord nu eens op mijn vraag. Zeg, Jambers, dat wordt toch niet uitgezonden, hè? Meneer, ik stel een vraag. Stop, dan gaat de proces van komen. Jambers, ja, pas op, want ik ben geen simpel. Ja, maar... Ik ben geen Vlaamse zanger, zeg. Ja, maar... Hey, Frans, het is vermaakbaar. God, in 4 jaar nog in de post gaat gaan. Volle pitoe. Oh, kom, dan gaat het eigen man. Dat is toch ik zeg toch vrienden. Hij is begonnen hier, is ik. Meneer, kijkt u op 6 mei naar het Eurovisie Songfestival? Dat weet ik niet, zo, als Jan wil, maar ik. Wat zou u dan gaan doen? Ik ga een biljartje doen, dat geloof ik, ja. Ja, maar het Songfestival is toch een belangrijk evenement? Ja, beweging is er, hè. Volgens mij komt er nog een timmerke uit met Ingeborg op, hè. Nog gauw dat maar geen thermos die gewonnen hè. Meneer? Mevrouw, mag ik u wat vragen? Wie wint er volgens u het Eurovisie Songfestival? Wel, hier, meneer, het houdt dat je nu vraagt. Dat is toch allemaal deurens doonkort, hè? Ah, wat doe je dan, meer? Ah, maar dan mag toch wel een keer zijn, zeker. Hoe noem je? Bert van Oppen. Ja, luister een keer, meneer Dinges. Ik pees dat ze nu toch wel al verre gaan weten wie dat er gewonnen heeft, hè? Ja, ons verzet ze niet gelijk, zo. Ah, het zou wel zijn. Dus u kijkt niet op 6 mei? Ah, van hij is wat zoet er ons lijkt? Wat zullen we anders doen met ons twee, hè? Ah, maar Bert, toch? Dat mag toch een keer gezegd worden, hè? Meneer, een vraagje graag. S'il vous plaît, monsieur. Ah, vous êtes français? Oui, de temps en temps, oui. Qui va gagner? Qui va gagner quoi, monsieur? Eh bien, l'Eurovision. Ah, ça sera la Belgique. Hein. Ingeborg? Non, non, Nathalie Pack. Ah, de Liège. Ah, oui, sirop de Liège. Merci, monsieur. Meneer, mevrouw. Mag ik even storen? Weet u nog in welk jaar Sandra Kim het Songfestival won? Dat is niet lang geleden, ze. Dat is niet lang geleden. Mag je dat je vingers op? 1986! Dat is exact geantwoord. Volgende vraag. Weet u wanneer ABBA het Eurovisie Songfestival won? Dat is veel langer geleden. Nee, 74! Dat is goed! Ja! Hebben we nu wat gewonnen? Heerwaarde. Mag ik u een vraagje stellen? Eerwaarde, hoe beleeft u het Eurovisie Songfestival? Kijk, mijn zoon, het Songfestival betekent voor mij een exponent van de verbroedering van alle volkeren, werkelijk een verademing. Hoe bedoelt u? Wel, kijk, in deze tijden van moderne muziek, zoals New Beat met de spaghetti's en Soap Sister, is dit werkelijk een verzachting van de zeten. Kijkt u op 6 mei? Natuurlijk ga je kijken, maar je moet me nu excuseren, de zustertjes wachten met de soep, wat ook belangrijk is voor de innerlijke mens. Dank u wel, eerwaarde. Kijkers, bij ons hier een dame, ook aan haar even een vraagje, mevrouw. Wat vindt u van het Eurovisie Songfestival? Het Eurovisie Songfestival? Ik lach mijn eigen dood. Dat is toch hetzelfde als op Piet Piepel op een congres van Sadomaso? Pardon? Je verstaat de symboliek niet. Ik zal het even uitleggen. Allee, je wint eerst die preselecties met punten van kan niet meer op. En dan gaan we naar Ginder krijgen, heel de avond horen, Belgium, no points. Met een smile van hier tot Ginder. Moet er toch tegen kunnen, hè? Voor hetzelfde geld kun je toch beter voor de camera gaan liggen op pinnetjes eruit. Met dat hier op uw buik, hè? Juist, hè? Wat vinden we met een afwacht, of hè? Kijkt u op 6 mei? Zeg, flauwe. Hey, wacht eens. Ja? Moment. Weet u wat er op 6 mei in Lausanne gebeurt? Ah,
Ah, dat is los aan tegen Bernda. 4-0, hè. Schuur gewoon van Brieven met zijn kop naar beneden. Ik bedoel op muzikaal vlak. Muzikaal, pas op. Als die zitters op de voetbalwedstrijd, dat is een beetje trompetten. Maar ik bedoel het Eurovisie Songfestival. Nooit van gehoord? Dat is toch Europees? Dat mag een BRT toch niet uitzenden, hè? Of dat gaan misschien 3 minuten dieren. Helpen? Heb je niet verstaan, Herb? In Turkije, brief in de bus, niet hand in de bus, hè? Verstaan mij niet. Mevrouw. Ik had ook iets willen posten. Nee, mevrouw, zou moeten wachten, ik zit vast. Ik wou u een vraagje stellen. Mijn Gerard heeft een brief geschreven naar Lausanne om te vragen of ze dit jaar zouden willen van die ondertitels onderzetten. Wat bedoelt u? En wel ja, die Fipo's van Zweden en van Cyprus bijvoorbeeld, dat kan er staan zingen wat ze willen, dat is toch allemaal Chinees, hè? En nu dacht ik eraan dat hem toch wel vergeten is van dat in het Zwitsers te schrijven, zeker? Ambetant, hè. U bedoelt het Songfestival? Nee, dat vastzitten. Kijkers, we staan hier in de Lausannestraat nog even en we hebben naast ons hier een man staan die heel graag enkele vragen wil beantwoorden. Meneer, denkt u dat Ingeborg een kans maakt? Het is niet aan mij, hè. Ik zou eerst weer goed willen doen aan mijn vrouw Marie-Louise en mijn zoon Franneke die nu voor het scherm zitten te kijken. Met papa is alles goed. Ik vroeg of Ingeborg een kans maakt. Ja, en ook nog, sorry, ik ben nog vergeten de groeten doen aan ook Frans en dan vind ik ook voor hen veel sterkte. Gaat u naar het Eurovisie Songfestival kijken? Nee, mijn auto heeft al te veel kilometers gedaan en gaat waarschijnlijk hier dus niet meer geraken. Nog altijd niet te kloppen met enkele gesprekjes. Meneer. Mag ik u een vraagje stellen? Wat zegt u 6 mei? Nee, ik doe niet mee aan deze verborgen camera. Nee, 6 mei, die uitzending interesseert me niet. Ik wil er niet in voortkomen, nee. Ja, maar het Eurovisie Songfestival? Nee. 1 mei, dat ken ik dan rustig, meneer. Maar 6 mei, nee, die uitzending interesseert me niet. En waar staat die verborgen camera trouwens? Ik wil... Nee, sorry, meneer. Kan ik u ben echt niet antwoorden? Nee. Mij heb je niet, meneer. Excuseer dat ik... Nee, mij heb je niet. Niks mee aan te vangen. Opnieuw over naar Luc.